naar Fab. En vandaag ga ik met jullie hebben over hardlopen. En een beetje mijn hardloop essentials. Want vorige keer had ik de video gemaakt met hardlooptips. En die was zo goed gevallen bij jullie. Ik kreeg super veel leuke complimentjes. En heel veel meiden zeiden van, ja, ik heb motivatie gekregen om hard te lopen. En ik dacht van, ja, laten we er nog een hardloopvideo in gooien. Oké, ik ga het vandaag dus een beetje hebben over dingen die ik graag gebruik bij het hardlopen. En natuurlijk, hardlopen is een sport die bekend staat omdat je niet heel erg veel gebruikt. Maar er zijn toch een paar producten, zeg maar, die een beetje mijn essentials zijn. En die wil ik vandaag met jullie delen. Ik vind kleding altijd al leuk, dat weten jullie. Maar hardloopkleding vind ik ook heel erg leuk. En heel vaak denken mensen van, ja, sportkleren zien er stom uit. Nee, je hebt heel erg veel leuke hardloopkleren. En vooral H&M en Forever 21. Oh, dat zijn echt budgettoppers. Ik ben laatst bij Forever 21 in Amsterdam geweest, de nieuwe. En ze hadden zoveel leuke sportkleren. Zeker een aanrader. Uit mijn ervaring is Forever 21 zeg maar meer met patroontjes en iets meer kleur. En H&M is iets meer minimalistischer. Voor de rest, Nike heeft vaak hele leuke dingen. Wat trouwens ook een tip is, dat gebruik ik. Ik heb momenteel een hardloopbroek. Deze is van Nike en die zit trouwens heel erg lekker. Maar aan de achterkant zit er een zakje en dat hebben sommige hardloopbroeken. Er zit een rits en een zakje waar je bijvoorbeeld je sleutels in kan doen. Heel vaak heb ik dus dat ik zeg maar alleen thuis ben en dan wil ik gaan hardlopen. Maar ja, hoe kom ik dan weer terug naar binnen als ik geen sleutels heb? Nou, dan doe ik mijn sleutels in mijn broek zodat ik gewoon weer weg kan. Soms ook mijn OV-kaart. Stel, ik ga heel erg lang weg. En ik doe een lange afstand en je weet maar nooit wat er kan gebeuren. Misschien dat je opeens door je enkel gaat en je kan niet meer lopen. Dan neem ik mijn OV-kaart mee, want stel, er overkomt me iets. Dan kan ik gewoon gelijk met het OV weer terug naar huis. En daarnaast zijn we vrouwen. Vergeet natuurlijk ook geen goede sport-BH als je dat nodig hebt. Daarnaast het hele bekende met hardlopen, goede hardloopschoenen. En je moet een beetje zo denken. Als je naar een sportschool gaat, betaal je heel veel geld aan je abonnement. Met hardlopen, de enige investering die echt belangrijk is, zijn sportschoenen. Vooral als je langere afstanden wil gaan lopen en echt vaker wil hardlopen, raad ik echt aan om goede schoenen te nemen. En je kan bijvoorbeeld gaan naar een speciale zaak ervoor. Je hebt heel veel hardloopwinkels. En dan kan je speciaal laten meten welke schoenen bij jou passen. En dan hebben ze een soort loopbaan, dan kan je erop rennen en dan hebben ze een computer. En dan gaan ze kijken van hoe ren je precies en wat zijn zeg maar je zwakkere punten. Altijd de allermooiste schoenen uitkomen, maar hey, dat maakt niet uit, want sporten, je hoeft er niet altijd fabulous uit te zien. Alhoewel het wel erg leuk is om natuurlijk leuke sportkleren te hebben, maar oké. En denk ook na, elke schoen is anders en is geschikt voor iets anders. Ik gebruik bijvoorbeeld heel graag mijn Nike Free Runs voor korte afstanden. Waarbij ik wat sneller wil rennen. Want voor mijn gevoel zijn die echt heel erg licht. En dan heb ik het idee dat ik daardoor wat makkelijker ren. En waarom mijn andere schoenen, die van Adidas heb ik. En die zijn door de speciaalzaak geadviseerd. En daarmee ren ik liever langere afstanden. Want die schoenen geven net meer ondersteuning. En vooral op langere afstanden vind ik dat heel erg fijn. Oké, en daarnaast muziek. Echt, oh, ik vind muziek zo vet tijdens het hardlopen. Want dan, ja, raak ik toch in een soort bepaalde mood of zo. Word ik heel erg rustig van. En de een houdt wel van de andere auto niet van. Nou, ik ben heel erg fan van. En ik ben ook altijd op zoek naar nieuwe liedjes. Nieuwe hardloopliedjes. Dus wees vrij om je hardloopliedjes achter te laten. En ik zal ook wel even mijn playlist onder de video neerzetten. Oh ja, trouwens. Ik gebruik ook gewoon oortjes voor mijn hardlopen. Maar de oortjes die ik nu heb, die vallen er zo vaak uit. Dat is echt heel irriterend. Ik heb in mijn hele leven nog nooit oortjes gevonden die echt in mijn oor passen. Echt nog nooit. En ik weet niet wat het is. Volgens mij is er iets mis met mijn oren of zo. Maar ja, ik weet niet of jullie nog tips hebben voor fijne oortjes. Let me know. Ik weet wel, bij de Action hebben ze van die oortjes die je erachter kan klemmen. Zeg maar. Speciale sportoortjes. Die klem je zo achter je oor. En dan zit er zo'n knopje op. Zodat die beter blijft zitten. Nou, die heb ik ook getest. Maar die vielen er bij mij nog steeds uit. Heel vervelend. En die waren wel fijn met een plakbandje. Dus als je daar een plakbandje bij deed. Dan bleven ze bij mij wel redelijk zitten. Ze waren echt heel goedkoop. Want Action is Action. Maar na een tijdje ging het snoertje bij mij kapot. Dat vond ik wel erg jammer. Ik overweeg eigenlijk om een koptelefoon te nemen. Maar dan heb je geen omgevingsgeluid meer. Stel, je loopt overweg, dan wordt de auto niet meer. Dus dat is best wel gevaarlijk. Dus misschien als jullie nog tips hebben, ja, let me know. En dan help je niet alleen mij mee, maar ook vast nog op andere meiden. Oké, zoals ik al zei, ik ben fan van de app Runkeeper. Ik vind het zo fijn tijdens hardlopen. Het is zeg maar een apparaatje die ervoor zorgt, die meet hoe lang ik ren, hoe snel ik ren, hoe ik heb gerend. Hij is verbonden met Google Maps. Dus als ik verdwaald raak,
kan ik gewoon nog terug naar huis. En je hebt naast Runkeeper ook de app van Nike. Nike Plus heet die volgens mij. Ze zijn eigenlijk gewoon hetzelfde. De functies zijn hetzelfde. Je moet gewoon kijken wat jij prettig vindt. Heel vaak krijg ik ook de vraag van, ja, waar laat je je mobiel dan, Jamie? Vaak hou ik hem gewoon in mijn hand. Dat vind ik zelf gewoon makkelijk. Maar je hebt ook van die speciale dingen, die je dan speciale bandjes die je dan om je pols kan doen. En dan kan je daar je mobiel in doen en dan kan je rennen en dan zit hij zeg maar hier zo vast. Ook handig. Je moet even kijken wat je zelf fijn vindt. Er zijn daarnaast nog heel veel leuke hardlooptools en accessoires zoals het horloge en andere gadgets. Bijvoorbeeld oortjes die wireless zijn, dus die werken met Bluetooth met je mobiel. Al zijn die wel heel erg prijzig. Je kan er allemaal poespas aan binden, maar je kan het gewoon ook heel minimalistisch houden. En je kan ook gewoon nu naar buiten rennen. Gewoon nu, at the moment. En dan gebruik je geen mobiel, geen oortjes, geen speciale dingen. Kan gewoon. Oké, yes, dit waren mijn meeste essentials. En het is heel erg weinig zoals je hebt gezien. Dit is eigenlijk gewoon typisch hardlopen. Je hebt bijna niks nodig. Je kan gewoon aan de slag gaan. En ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Misschien dat ik heel erg snel praatte of dat ik gewoon heel druk overkwam. Maar dat komt gewoon omdat ik heel erg enthousiast erover ben. En ja, ik hoop dat jullie dat een beetje begrijpen. Vergeet geen duimpje omhoog te abonneren. En dan hoop ik tot de volgende keer. Doei!